iedereen, vandaag zijn we weer terug met een nieuwe Budget Toppers aflevering. En deze keer staat hier een thema van natuurlijk de zomer en de vakantie. Dus we hebben heel veel leuke dingetjes weer verzameld. We hebben allemaal leuke deeltjes gevonden in de sectie interieur en beauty. Dus kijk snel verder. Nou, we beginnen bij Vibra. Daar zag ik namelijk dat ze een super gave plantenstandaard hebben. En misschien komt u dat verhaal van de plantenstandaard wel weer bekend voor. Dat kan kloppen, want we hebben het eerder ook in een video over gehad. Maar deze is nu dus momenteel in de aanbieding. En hij is zo budgetproof dat we hem gewoon moesten delen. En dit is hem dus. Je hebt hem in het zwart en in het wit. Hij is er in het klein en in het groot. De kleine is €1,50. De grote is €2. En ik denk dat het echt wel de goedkoopste plantenstandaard is die ik in de winkel heb gezien. En je kan deze bloempotten dus loskopen. Dit zijn er 2 voor €1. Dus dat is ook wel heel erg fijn. En deze past gewoon heel erg goed in de plantenstandaard. Liggen ook bij elkaar in de winkel. Dus dan kan je gelijk een hele set compleet hebben. Bij de Big Bazaar vonden we deze geometrische vaas. En we vonden hem super cool. Want hij is van metaal. En dan hangt hij erin zo'n glazen buisje. En daarin kan je dan een bloemetje zetten. Dus 1 of 2 of 3 steeltjes. Dus het is dan heel minimalistisch, maar toch wel ja, heel erg leuk. Ja, dit is momenteel echt die trend die nu in is. Hij lijkt ook wel een beetje op de plantenstandaard van net. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. En deze is €1,99. Ja, dus dat zegt niks. En ze hebben hem ook nog in het wit. Ook bij Big Bazaar in de aanbieding is een fietsmand. En toen ik dat zag in het foldertje was ik zo ontzettend blij. Laatst is bij mij namelijk mijn fietsmand gejat. Gewoon van mijn fiets afgeknipt. En toen was ik, wow. Ik vond het super jammer, want fietsmanden zijn echt super handig. Je kan er echt van alles in kwijt. En ook best wel prijzig zijn. Ja, want ik heb in meerdere winkels gekeken en overal zag ik fietsmanden voor €15. En ik vind dat best wel wat, want ik kan me herinneren dat ik niet zoveel aan heb uitgegeven. Dus toen ik deze in het foldertje bij Big Bazaar tegenkwam, was ik super blij, want hij is maar €6,99. Ik heb hem ook meteen meegenomen, want mijn fietsmand is stuk gegaan. Omdat ik vorige keer op mijn fiets was gevallen. Maar deze voelt wel een stuk steviger aan. En hij is ook echt behoorlijk hoog. Dus je kan er lekker veel in vervoeren. Zoals al je eten en je dekentje en zo voor als je gaat picknicken. En bij de Big Bazaar vond ik ook nog een hele toffe industriële solarlamp. Super leuk om op je balkonnetje te hangen of in de tuin te hangen. Want dan hoeft alleen maar de zon erop te schijnen. En in de avond gaat hij dan aan. En er zat een soort van gele lightbulb in voor dat echte industriële, beetje oude vet. Vintage vet. Dus hij is wel echt heel erg cool. En ik kan me herinneren dat ik hem ooit bij de Intratuin ook heb gezien. Zoiets. Voor best wel een hoge prijs. En deze is ook niet super, super budgetproof. Want hij is €7,49. Maar ik vond het nog best wel een haalbaar prijsje. En als je dan 1 of 2 of 3 of zo hebt hangen, dan ja, kan dat wel heel erg leuk zijn als je een beetje die industriële look in tuin of balkon wil hebben. Dus in ieder geval super hipster. Larissa zei net ook al tegen mij van het lijkt een beetje van die lampen die je dan in de meeste restaurants hebt hangen tegenwoordig. Dus dat is wel echt heel erg tof. Je had ze in 2 vormen, een driehoekige en een rechthoekige of half rondje. En we hebben ze niet meegenomen, want we kunnen ze zelf niet kwijt. Maar als je hem wel wilt, zou ik zeker even een kijkje nemen. Nou, over lampjes gesproken. Bij de Lidl hebben ze ook vanaf 1 juni een heel leuk lampje in de collectie liggen. Het heeft een beetje de vorm van een lightbulb of een gloeilamp. En je hebt hem in 2 vormen. Je hebt hem dat hij hangt en je kan hem ook gewoon neerzetten. En het effect is gewoon heel erg leuk, want het is dus echt de vorm van zo'n lightbulbje. En er zitten van die kleine draadjes in. Fairy lights. Ja, het lijkt een soort van kleine, weet je die vliegjes ook wel weer? Vuurvliegjes, inderdaad. Alsof die in het lampje zitten, dus dat is wel heel erg leuk. En ik denk dat zulke lampjes ook weer heel erg handig zijn om bijvoorbeeld mee naar de camping te nemen. Ja, of ja, nogmaals, gewoon op je balkon, in de tuin. In de tuin, wat dan ook. Het geeft echt zo'n leuke, gezellige sfeer. En de prijs van deze lamp is €4,99 per stuk. Bij de Action komt een super cool ding in de winkels liggen. Dat is een air lounger, dat is dus zo'n zak. Die je vol moet gooien met lucht. En dan maak je hem dicht, leg je hem neer en dan heb je zo'n super chille loungebank. Dus dat is echt heel relaxed. Ik heb ze wel eens eerder gezien op festivals en zo ook. En ook gewoon bij mensen in het park. En super chill ziet het er altijd uit. Want het is heel makkelijk mee te nemen. Gewoon zo'n klein tasje. Ja, lijkt me super en dan chill. Heb je gewoon een lekkere lichtbank. Dus binnenkort kunnen we waarschijnlijk met z'n allen weer in het park gaan hangen en barbecuen. En hij heeft ook nog een soort dingetje erachter waardoor je je hoofd tussen op kan leunen. Dus dat is wel heel chill. En hij kost maar €12,95. Dus dat is echt niks. Nou, we zijn bij beauty aangekomen en we beginnen bij Kruidvat. Bij Kruidvat zagen we namelijk een super mooie aanbieding, namelijk op de producten van Biodermal. We hebben ze hier ook. Dit zijn hele fijne producten voor in de zon, dus het zijn zeg maar zonproducten. En momenteel heb je gewoon op alle Biodermal producten dat ze €9,99
per stuk zijn. Ja, dus dat is echt een super goede aanbieding. Want dat is echt een hele mooie prijs. En Beardemal is ook gewoon een mooi merk. We hebben hier degene voor het gezicht. We hebben hier nog de After Sun. Ik heb hier een zonspray met 50 SPF voor de gevoeligheid. En ik heb hier ook eentje in SPF 30. De Hydra Plus. Ze hebben ook heel veel verschillende soorten. Dus, en wat daar ook al zei, After Sun hebben ze voor je gezicht. Ja. Dus je kan echt kijken wat jij wilt wat hebben. Je nodig hebt. Maar zeker met deze warme en zonnige dagen. Insmeren, altijd insmeren. Dus je kan het lekker inslaan nu. Dan hebben we nog meer zonnebrand budget toppers. Namelijk deze van het merk Kruidvat, de Soleil lijn. Je hebt heel veel soorten in de Soleil lijn die nu in de aanbieding zijn. En degene die wij hier hebben zijn de Summer Bronze High Sunspray Gel. Deze kost 5,99 euro nu. Ik doe me heel erg denken aan bepaalde zonneproducten die je best op vakantie koopt. Want hij ruikt een beetje naar kokos. Ja, en doet je super lekker aan de zomer. En ik heb hem al goed getest. En hij trekt echt snel in en hij plakt niet. Dus ik ben er heel erg over te spreken. En verder hebben we ook nog hier de After Sun. Deze kost 3,99 euro. En dit is een oil spray, maar een dry oil spray. Dus hij trekt heel erg goed in en zit glittertjes in. Heel subtiel. Meestal ben ik niet zo van de glitter dingetjes. Maar dit is echt heel mooi. Als je zeg maar aan het einde van de dag, na een stranddag of zo, even je benen en je armen insmeert. Dan ga je echt zo shining over het strand. Of door de stad. Ja, ik heb altijd iets van After Sun producten. Is dat niet een beetje overbodige luxe? Maar ik weet dat het wel heel erg handig is. En nu dan deze After Sun producten. Zeg maar alle After Sun van de Kruidvat zijn dus 3,99. Dus met zo'n prijsje heb ik iets van oké, dan vind ik ook echt wel van ga het even goed gebruiken. Want het is wel echt heel goed voor je huid. Het is huid. Wel heel en belangrijk. Ook beter om je kleur te behouden, toch? Ja. Als, nou, weet niet zeker of het nou echt zo werkt hoor. Maar zeggen ze vaak wel. Maar deze is wel echt heel erg leuk. Dit is meer een extraatje. Je hebt volgens mij ook nog wel gewoon normale After Sun zonder shimmers. Volgende budgettopper bij de Kruidvat is deze deal op de Batiste droogshampoos. Ik denk dat we die allemaal wel kennen. Wij zijn er zelf ook helemaal fan van. Ja, het is echt mijn favoriet. En ze hebben nu dus een hele goede deal op deze grote bussen. Gewoon van 200 ml. Deze kosten namelijk 2,99 euro. Dat is echt heel erg weinig in vergelijking met normaal. Want wij weten het even niet aan ons hoofd. Maar volgens mij is het 5 euro of 7 euro ongeveer per stuk normaal gesproken. En nu dus maar 3 euro. Ik vind het super chill, want mijn haar wordt best wel snel vet. Ik heb het ook heel snel warm en al helemaal met deze warme temperaturen. Dan ga je een beetje zweten en daarna heb je al snel wat sneller vetter haar. Dus ja. Op die manier kan ik nog steeds een beetje de wasdagen, hoe zeg je dat, uitstellen. Dus ja, ik verslind die flessen echt als een gek. Dus. Ja, maar ik vind het echt een hele mooie aanbieding, dus ga ze zeker meteen halen en lekker een voorraadje aanleggen. Bij de trekpleister heb je nu een super chille aanbieding voor D-make-up reinigingsdoekjes, namelijk 1 plus 1 gratis. Dus dat betekent dat je er 2 krijgt voor de prijs van 1. Nee, voor de prijs van 3,99 ongeveer. Ja, het ligt er een beetje aan welke je neemt. Dus je hebt verschillende reinigingsdoekjes. Oh. Daarom dacht ik, maar je hebt verschillende reinigingsdoekjes. Je hebt volgens mij voor sensitive skin of normale. En volgens mij zit daar een paar cent verschil in. Maar het komt er ongeveer op neer dat het inderdaad 3,79 euro is voor 2 stuks. Dus dat is wel echt een goede deal. Want die doekjes, ja, ik vind ze echt heel goed. Yep. Als ik, ja. Dat zijn er wat... Ik weet niet wat het is. Ze hebben ook zo'n goede textuur. En de spul... Ik heb inderdaad heel vaak waterproof make-up. En dan krijg ik het er echt wel af met die doekjes. En met heel veel andere doekjes, dan smeer ik het juist over mijn hele gezicht. En dan krijg ik het er niet meer af. Ja, en ik heb vaak ook met deze doekjes dat ik er maar eentje gebruik. In tegenstelling tot andere doekjes waar ik er dan 2 bijvoorbeeld gebruik. Ja. Dus ze pakken net wat meer of ze... Het voelen gewoon wat kwalitatief beter aan. Dus het is wel een hele fijne deal. Want ze zijn wel een beetje prijzig. Maar met deze deal vind ik het dan nog wel. Vind ik het echt wel haalbaar. Ja. Dus en je kan met een vriendin bijvoorbeeld delen. Of je laat gewoon zelf een voorraadje in. Ja, want het is wel heel chill om mee te nemen op vakantie. Of als je een weekendfestival hebt of iets dergelijks. Je hoeft niet te slepen met al die lotions en watjes. Je kan gewoon meenemen. Of als je bijvoorbeeld op een strand hebt gelegen. En je hebt en je make-up, je mascara ligt er niet hier. Of en je wilt je gezicht schoonmaken. Omdat je misschien heel erg hebt gezweet en zo. Dat is ook wel lekker om gewoon alles eraf te halen. Dan blijft niet allemaal van dat oude zweet op je gezicht zitten, wat zeg maar weer onzuiverheden kan veroorzaken. Dit is misschien niet echt beauty, meer overig. Ik wil het namelijk ook niet per se fashion noemen. Maar bij de Kruidvat zijn de Havaianas in de aanbieding. Ze kosten maar 15,99 euro. Niet deze. Deze had ik toevallig al thuis liggen, maar dan heb je een beetje een idee van hoe ze er ook weer uitzien. En ik denk dat het wel een hele goede prijs is voor dat merk. En ja, slippertjes.
ja, heb je altijd wel nodig in de zomer. Ja, maar volgens mij is de kwaliteit van die slippers ook best wel goed. Ja, toch? Ik heb deze echt wel heel lang. Ze gaan heel lang mee, zeg maar. En ook bij de Kruidvat is momenteel een aanbieding op de wegwerpponcho's. Klinkt misschien super suf dat we dit als budgettopper meenemen. Maar het is eigenlijk super leuk uit. Ze hadden namelijk gewoon wegwerpponcho's met een leuk design erop. Bijvoorbeeld zwarte stipjes. Wat ik wel heel erg schattig vond. En die zijn natuurlijk gewoon ideaal voor deze zomer. Omdat we natuurlijk heel veel regen krijgen. Ik hoop het niet. Nee, ik hoop het niet. Of gewoon op festivals. Want ze zijn ook altijd gewoon lekker compact. Dus je kan ze gewoon meenemen. En dan weet je gewoon van mocht het gaan regenen. Dat je in ieder geval wat aan kan doen. Zodat je niet helemaal doorweekt raakt. Ja. Dus dat is wat chill. Ja, want er bestaan echt wel poncho's voor misschien 30 cent of zo. Dus deze zijn wat dat betreft wel iets duurder. Maar ze zijn wel leuker. En ik bedoel, je wil er wel een beetje leuk uitzien. Deze bij de Kruidvat zijn namelijk 99 cent. Dus voor dat geld hoef je het zeker ook niet per se te laten liggen. Mocht jij nog andere hele goede budgettoppers met ons willen delen en met iedereen in de comments, doe het dan zeker. Laat even een reactie achter en geef ons een tip. Want misschien hebben we iets gemist dat we echt niet hadden moeten missen. Dat kan natuurlijk gewoon. Lijkt me heel erg leuk als we elkaar dan een beetje op de hoogte houden van die dingen. En we zijn ook wel heel erg benieuwd, wat zijn jouw plannen deze zomer? Want echt waar, het zit er alweer bijna aan te komen, joh. Ja, het gaat echt mega hard de tijd. Dus voor je weet zitten we midden in juli. Ja. Dus laat even weten in de comments wat voor leuke dingen jij gaat doen of waar je naartoe gaat. Waar je naar uitkijkt. Precies. En vergeet ook zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten als je deze derde aflevering van de Budgettoppers weer leuk vond. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.